Jenny, ja. Je bent erbij vanavond. Ik ben erbij voor de tweede keer al. Ik was 2 weken geleden ook. Ik zeg, nou, ik weet niet of ik het ga redden, maar we zijn er nog. Hoe lang moet je nog? Ja, nog 1 week of 2, 3. Dus het is, maar het kan natuurlijk ook 5 worden. Dus ja, we weten het niet. Maar hoe vind je het om hier zo weer te zijn? Nou, het is wel even wennen hoor, om zo passief te klappen in het publiek. Want ik denk wel van, jeetje, ik wil weer op dat ijs staan. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet. Ik denk dat ik het nog erger had gevonden als ik niet zwanger was geweest. Want dan had ik echt zoiets van, ik wil ook gewoon meedoen. Maar ja, het is niet anders. Heb je nog veel geschaatst nadat jij meegedaan hebt aan de show? Ja, ik heb nog voor Holiday on Ice heb ik nog shows gedaan samen met Michael vorig jaar december. Dus ik heb daarna nog wel heel veel geschaatst. Ja, en we hadden een hele mooie winter vorig jaar. Dus, en nu weer. Dus nu hoop ik... ik zie al die kinderen al bij ons op de ijsbaan weer schaatsen, maar het gaat wel kriebelen hoor. En wat vind je van het niveau van de kandidaat van dit seizoen? Nou ja, er zitten natuurlijk hele goede tussen allemaal. En sommige dat je echt denkt van, die moeten we nog even iets harder trainen. Maar ik kijk wel elke week. Ik kan het gewoon niet laten om te kijken. Dus ik vind het ook gewoon superleuk. En je weet ook wat ze doormaken. En, weet je, het leukste wat Monique en ik altijd vonden was vrijdagochtend de pakjes rennen naar de kleedkamer. Kijken wat ze een pakje aan had. En na de show zeiden we net nog van, wat voor muziek hebben we volgende week weer. En we kijken echt met weemoed terug naar vorig seizoen. Nou, ik wens je veel kijkplezier. Nou, dat gaat zeker lukken. En succes nog even met de laatste loodjes. Ja, dank je. Doei doei.